staande in Oekraïne die gaat maar door. Vanochtend waren er raketaanvallen in het hele land. En Poetin heeft aangegeven dat dit een vergelding is voor de explosie van de Krimbrug afgelopen zaterdag. Bij explosies vanochtend in de hoofdstad Kiev zijn doden en gewonden gevallen. Wat is dit? Was hit more than a dozen. So. Okay, Hugo Bashega there, our correspondent in Kyiv. Ja, als je dit zo zit te bekijken, zeg ongelooflijk. Echt een zwarte dag, maar dat zijn al zwarte dagen al heel erg lang natuurlijk hier. Maar zijn we in een andere fase beland? Ja, dat heeft Poetin eigenlijk ook aangekondigd, hè, toen hij die referenda hield voor die vier regio's daar in Oekraïne. Toen heeft hij ook gezegd, als de Oekraïners, gesteund door het Westen, nu Russisch territorium gaan aanvallen, want dat is inmiddels dus, wat hij, ziet hij dat als Russisch grondgebied, ja, dan zullen we met alle middelen die we hebben terugslaan. En de Krim, waar die brug dus is aangevallen, en Poetin zegt dat de Oekraïners dat gedaan hebben, ja, dat beschouwen ze ook als Russisch grondgebied. En vandaar dat die nieuwe commandant daar al onmiddellijk, je ziet hier het kaartje, wraak heeft genomen door allerlei raketten op Oekraïne af te sturen. En ook wat mij wel nog wel enigszins verbaasde eigenlijk, ook naar het westen. Hè. Je ziet daar Lviv en andere steden daar. Waarvan we eigenlijk dachten, ja, dat kan Poetin niet meer zoveel schelen. Dat westen, dat hebben zijn ideologen ook gezegd, dat westen van Oekraïne, dat moeten wij hier in het westen maar verdelen onder elkaar. Het ging hem echt om die andere gebieden. Maar ja, het is toch wel serieus. En dit valt dus samen met de aanstelling van die nieuwe bevelhebber. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Want dat profiel ga je even weergeven. Maar eerst nog terug naar dit geval. Want is dit een tactische fout geweest van Zelensky door die brug op te blazen, als dat vanuit hun komt? Want je weet toch wat de reactie komt. Ja, maar de Oekraïners die zeggen dat zij zo op een standpunt staan dat ze heel Oekraïne willen bevrijden van de Russen. En dus ook de Krim. En ook die Donbass en die andere regio's. Dus die nemen die risico's die ze daarbij lopen voor lief. En wij zeggen dan steeds, althans een aantal mensen hier in het Westen zegt dan, ja, als dit nog verder escaleert, zo meteen drukt die Poetin op een knop en dan stuurt hij echt een tactische kernwapen of zo naar Oekraïne toe. Maar die Oekraïners kan niet meer zoveel schelen. Want ten eerste vinden ze dat wij niet zo bang moeten zijn voor Poetin. Ten tweede behouden zij, vinden ze het recht hebben om die Russen daar te verdrijven met alle middelen. Dus ook met zo'n aanslag op zo'n brug en zo. En ten derde vinden ze dat wij gewoon hen te weinig steunen ook. Ze zeggen, geef ons nou eindelijk eens een keer die wapens, zodat we ook de Russen achter het front kunnen raken. En dan kunnen wij voor jullie Rusland definitief uitschakelen. Maar ja, dat doen wij niet, want wij zijn bang voor die kernoorlog. Ja, ik zie Catharina al knikken. Catharina, als je dit zo ziet, wat gaat er door jou heen eigenlijk? Op het moment dat je die beelden zo, waar al jouw vrienden ook zitten. Ik ben woedend. Zoals iedereen in Oekraïne, denk ik, ik ben woedend. Ik wil heilen, oprecht. Terwijl als ik zo Kiev zie, waar ik gestudeerd heb. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon hoopvol. Want ik zie dit als een teken van hoop in Rusland eigenlijk. Dat moet je even uitleggen. Ja, als jij geen enkele voortgang kan maken aan het front, dan doe je dit soort dingen. Rusland is eigenlijk gewoon een terreurstad. Dit moeten wij gewoon allemaal toegeven en geen beelden meer hebben van grote Rusland met alle zeg maar, verhaaltjes dat wij daarover horen. En ik vind eigenlijk dat dit soort aanvallen, die gaan gewoon helaas nog steeds gebeuren. Mm-hmm. Alleen, we kunnen natuurlijk ook kiezen en beïnvloeden hoe die gebeuren. Dus we kunnen inderdaad meer wapens geven aan Oekraïne en luchtafweersystemen geven in plaats van gewoon afwachten totdat zoiets gebeurt. Daar wordt nu wel over gesproken, hè? Dat ze versneld luchtafweersystemen moeten hebben, zodat ze die raketten, waarvan ze overigens een aantal uit de lucht hebben geschoten, maar dat ze die nog beter kunnen verdedigen tegen die Russische raketten. Kijk, interessant is dit, hè, wat ze zegt, omdat de Russen zeggen van ja, jullie hebben het toch zelf gedaan in Irak. Wij schakelen infrastructuur uit, energiecentrales, bruggen. Is dat een patroon trouwens? Wat zeg je? Is het een patroon? Nou ja, zij zeggen wij zijn in oorlog. En wat wij doen is dus vitale infrastructuur in Oekraïne treffen. Net zoals het Westen dat destijds deed in Irak. Zo kijken zij ernaar. Hè? Ja. Terwijl wat wij hier zien is appartementenblokken, burgers die getroffen worden en zo. Dus wij hebben een totaal ander perspectief op wat zich daar
afspeelt. En dat gaat ook helemaal niet tot elkaar komen. Dat is echt dat daar nog onderhandeld gaat worden en zo, dat zie ik helemaal niet gebeuren. Nee. Hans Jaap, oorlogsverslaggever, heeft hier vaker gezeten aan tafel. Die is op dit moment in Oekraïne, Kharkov om precies te zijn. Daar zijn natuurlijk ook raketten ingeslagen. Hans Jaap, hoe is de situatie nu op dit moment daar? Rustig eigenlijk. Ook de stroom is weer hersteld, want vanochtend, toen mensen hier eerst tijdens het ontbijt de beelden zagen uit Kiev en dachten dat daar het probleem vooral lag, toen, ja, kort daarna sloegen hier 3 raketten in, raakte 1 van die raketten een energievoorziening en viel de stroom uit. Maar dat is dus weer hersteld. Ik heb zelf eventjes ook, omdat we niet precies wisten wat er nog meer zou komen en ook omdat we zagen dat het een patroon was van dat er meer plaatsen tegelijkertijd vielen raketten, heb ik even in de schuilkelder gezeten van mijn hotel met een aantal Oekraïners. Die begonnen zich op een gegeven moment te vervelen en gingen Monopoly spelen daar beneden in de kelder. Een beetje gemoedelijke sfeer ook alweer. Maar uiteindelijk ben ik daar weer uitgegaan en ik heb ook mensen op straat gesproken. In deze stad, die al vaker wordt geraakt trouwens. En je ziet vooral heel veel woede en heel veel vastberadenheid om door te gaan met deze oorlog. Dus wat dat betreft heeft het zeker niet de wil van de Oekraïners gebroken. Nee, sterkte daar in ieder geval, Hans-Jaap. Dat is eigenlijk precies wat jij zegt, Catharina, die wil om echt door te gaan. Ik wil eerst eventjes, voordat we naar jouw verhaal gaan over jouw vrienden die daar zitten, naar die nieuwe commandant. Wat is dat voor type? Wie is dat? Nou ja, dat is dus die Sergei Suravikin, zoals we zeggen. Dat is de carrière-generaal met een hele lange staat van dienst. Ook, hij was al bij de Special Forces in Afghanistan, moet je je voorstellen. En hij heeft eigenlijk alle oorlogen die Rusland in de loop der afgelopen decennia gevoerd heeft, daar is hij bij betrokken geweest. Dus Afghanistan, Tsjetsjenië, ook Syrië. In Syrië was hij de commandant van die Russische troepen die daar dus gewoon steden ook in puin legden en ook veel burgerslachtoffers maakten. Hij heeft ook de bijnaam generaal Armageddon, dus hij is een meedogenloze reputatie heeft hij, ook vanwege het niet ontzien van burgers. En hij is wel goed met een andere, inmiddels ook wel hoofdrolspeler in dit conflict, dat is die Sergei Prigozhin. Dat is de baas van een huurlingenleger, de Wagner heet dat. Dat is een beruchte figuur ook en die heeft zich de laatste tijd steeds meer opgeworpen als een soort troonpretendent. Ja, mocht het met Poetin niet goed gaan, dan wil hij dat eventueel wel. Ultra-rechters hij toch? Ja, en dat wil ik net zeggen. Dan heb je het dus echt over de hardliners, waarvan ook die Prigozhin nog eens een keer een hele militie achter zich heeft. En die meneer die nu dus commandant is geworden, die wordt ook zwaar geprezen door die Tsjetsjeense leider, die Kadyrov, die ook eigen militia's achter zich heeft. Dus je hebt hier een aantal mensen waarvan die een meedogenloze reputatie hebben en 2 daarvan hebben ook nog eens een keer eigenlijk hun eigen leger. Dus dan kun je inderdaad wel zeggen dat de hardliners het nu onder Poetin voor het zeggen. Maar zijn gewoon gevaarlijke gekken dus? Nou ja, het zijn geen gekken. Alleen het zijn dus nationalistische hardliners die heel duidelijk ook een plan hebben voor Oekraïne. Namelijk, dat moet terug bij Rusland. En als de Oekraïners doorgaan met vechten, dan zijn zij waarschijnlijk bereid om, net zoals in Syrië, op een gegeven moment ook echt steden in puin te gaan leggen. Ja. Ik bedoel, meer nog dan de steden die al in puin zijn. Maar dan krijgen we waarschijnlijk meer raketten op Kiev of op Lvov, of Lviv, zoals de Oekraïners zeggen. Ja, dan heb je een heel ander scenario inmiddels. Want dan gaat het Westen ook echt denken, wat moeten we nu? Gaan we die inderdaad, wat Catharina ook zegt, wat voor systemen gaan we nu leveren? Mm-hmm. Want we willen wel, in het Westen, dat Oekraïne dit wint. Ja, gevaarlijke maar gekken dus. Maar hoe komen we hier ooit uit? Want ik heb echt het idee dat dit een soort 80-jarige oorlog is. Ja, nou ja, dat zeg ik dus ook overal waar ik zit. Zeg ik, ga nou in godsnaam proberen om ook een diplomatiek kanaal te openen. Ja. Want er moet uiteindelijk toch gesproken worden. Ja, dat lijkt dan zeggen die Oekraïners, ja, willen we niet. We gaan niet met Poetin praten. Ja. Poetin die zegt van, ik wil Oekraïne terug. En ook in het Westen is er bijna niemand die dit zegt. Ook de Amerikanen denken, nee, we gaan dit winnen. Dus ze zijn heel erg uit op het verslaan van Vladimir Poetin. Dus dat moeten we uitzitten. En dan moeten wij in die tijd maar hopen dat Poetin niet zo getikt wordt dat hij inderdaad die nucleaire optie gaat gebruiken. Maar Catharina, ik wil even naar jou, want jij zit het allemaal aan te horen. Je denkt, ik word er helemaal gek van. Jouw vrienden zitten in Kiev. Die zitten in schuilkelders. Kun je eens vertellen hoe dat eruit ziet daar en hoe dat gaat? Ja, ik heb vandaag een paar vrienden gesproken natuurlijk. Nadat ik het nieuws heb gelezen, heb ik iedereen een berichtje gestuurd. En ik heb van alle soorten beelden gezien. Maar iedereen zit inderdaad ergens te schuilen. Sommige mensen in schuilkelders, sommige mensen op parkeergarages onder de grond.
ja, sommigen zitten zelfs in hun eigen appartementen in de gangen, waar geen, waar je zeg maar een soort van regel van twee muren hebt. En in het geval van ja, een raketaanval word je niet geraakt, hopelijk. Maar ja, mensen zijn nog steeds een beetje van, ze behandelen het ook met een soort van, ja, vastberadenheid om, mm-hmm, om alsnog sterk te blijven. Want zij hebben eigenlijk niet zoveel keuze. Dus ja, hier kan je een studievriend zien die eigenlijk gewoon een... ja, waarom zit hij hier? In de bad? Nou, daar heb je in principe een soort van... Als iets op je neerstort, dan heb je een soort van kans om te overleven als je in zo'n in een bad ligt. Oké. Okay. Dus dan, ja... Maar Katrine, wat denk jij nou en wat denken jouw vrienden hoe dit gaat aflopen? Wat is hun voorstelling van die toekomst? Ja, Oekraïne gaat deze oorlog winnen. Dat denk jij ook? Ja, wij hebben geen andere keuze. Het is dat of genocide. Ja. Ja. Ja, wat eigenlijk al een beetje gebeurt. Ja, ja. Dat zien we in alle regio's die ja, onder de bezetting van de Russen zitten. Daar zien we als we die gebieden heroveren, dan zien we dat... Ja, dat... Deportaties ook veel, hè? Ja. Ja. Het is één bak ellende, kun je wel zeggen. Maar toch zijn jullie hartstikke strijdbaar en hoopvol. Dat zagen we ook terug in het metrostation. Hier, Verenigde Naties, wat houdt dat in? Deze beelden zitten te kijken. Dit geeft dan nog een beetje gevoel van hoop en in ieder geval wat vrolijkheid. Maar dat is natuurlijk Komrenk wel daar. Dat is niet anders. En wat vroeg jij nou net nog? Ja, ik zei tegen Wiert, de Verenigde Naties, dat je vroeger het idee van het was een vredestichter, ja, daar maar nodig. Daar hoor je nul van. Totaal afwezig, ja. Ja, dat is inderdaad, maar dat verbaast mij ook zo. Dat er nergens een soort morele instantie is in de wereld die zegt tussen die partijen gaat staan. En die zegt nu dimmen en we gaan nu praten. Die is er op dit moment. Die is er altijd. Hè? Ja. Desals de pauze of zo. Ja. In het verleden Kissinger, ja, bijvoorbeeld. Ja, mensen, dat soort mensen. En dat maar is dus nu niet het geval. Dank je wel en veel sterkte ook aan jouw vrienden. Dank je wel.